Voorafgegaan aan een gedegen voorbereiding is op dinsdag 23 februari 2021 de kick-off gegeven van de COVID-19 vaccinatiecampagne in Suriname. Minister Amar Ramadien is daarbij een van de eerste personen geweest die is ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. De bewindsman wenste als regeringsautoriteit daarmee een voorbeeld te zijn voor de samenleving. Een geselecteerde groep frontliniewerkers volgde dit voorbeeld. Ik wil de frontliniewerkers bemoedigen vandaag. Ik wil bij de kick-off van onze vaccincampagne wat bemoedigende woorden inspreken. U bent geselecteerd om als eerste gevaccineerd te worden. Dit is een voorrecht, maar ook een teken van erkenning. Maar het is ook logisch. Degenen die de meeste risico's moeten nemen nu, zullen ook als eerste beschermd moeten worden. Dat is de essentie van een frontlinie. De frontlinie wordt verwacht het werk te doen dat anderen niet kunnen doen. Maar dan moet je ook verwachten dat die schade daar als eerste zal optreden. En ik wil u nogmaals namens de regering, namens de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie, Chandrika Prasad Santokhi, een speciale dankwoord uitspreken. Ik wil u bedanken voor alle efforts die zijn gepleegd. Dr. Vrede zegt het prima, dit is het begin van het einde. Dus we gaan COVID-19 samen bestrijden. Eigenlijk moeten we elke Surinamer bedanken, omdat die maatregelen die de overheid neemt niet altijd leuk zijn. Meneer Renten, u weet het. Niet leuk voor de gemeenschap, niet leuk voor het bedrijfsleven, niet leuk voor niemand. Dat erken ik. En dat erkent de regering ook. Maar de regering heeft gekozen voor het pad van inclusiviteit, voor het pad van betrokkenheid van elke partner in die COVID-keten. En ik denk dat het bedrijfsleven, alhoewel we vaak op gespannen voet met elkaar zijn, omdat er belangen zijn, we willen allemaal het beste voor elkaar, voor onszelf. Maar de regering kiest altijd voor het pad van het algemeen belang. En ik weet het. Dus het is niet makkelijk, maar we proberen het. Ik was zo blij om gisteren te zien dat er één besmetting was. Dat we het traject hebben ingezet van daling. Er is een decrease. En het stemt ons goed, vooral aan de vooravond van deze campagne. Omdat we weten dat we met een gerust hart ons vaccin kunnen accepteren zonder dat de druk enorm hoog is op de zorg. We moeten ons realiseren dat het niet alleen maar de annoyance is, de maskers die wij af willen doen, maar het is ook het stoppen van het sterven van toch belangrijke aantallen mensen in onze samenleving. Er zijn meer dan 160, misschien wel bijna 170 mensen in Suriname onnodig overleden aan deze ziekte. Dus dat moeten wij absoluut willen stoppen. En dat gaat ons lukken met vaccinatie. En als het aan ons ligt, massale vaccinatie. Vaccinatie waar iedereen aan deelneemt, omdat je met een hoge beschermingsgraad van je bevolking een veel betere bescherming tegen herintroductie van COVID kan bewerkstelligen. Ik moet zeggen, het betekent heel veel. Het is voor ons een bijzondere dag. Je moet begrijpen dat we al ruim een jaar zitten gegeven in die COVID-zorg. Hebben we dus echt moeten zoeken. We hebben emotionele momenten gehad hier onder het personeel. Maar tegelijkertijd hebben we ook ervoor gezorgd dat we toch op zo goed als mogelijk de nodige zorg hebben geleverd aan alle COVID-positieven die het ziekenhuis hebben bezocht. Maar tegelijkertijd ook de mensen die op het recht hadden op die reguliere zorg. Het is niet altijd even makkelijk geweest. En vandaar dat voor ons een belangrijk moment is dat we dus een start kunnen maken met het vaccinatietraject. Vandaag is kick-off. We gaan de komende dagen gewoon door met vaccineren in AZ. Om dus onze medewerkers verder te vaccineren. En ik kan u zeggen dat wij vandaag gaan we specialisten, artsen, maar ook verpleegkundigen gaan wij dus vaccineren. En ik kan meegeven, bijvoorbeeld onze hoofdintensivist dokter Ramdani wordt vandaag gevaccineerd. Dokter Panka intensivist wordt vandaag ook gevaccineerd. Ook onze top IC-verpleegkundigen worden gevaccineerd. Onze hoogspoedeisende hulp dokter Rodriguez. U heeft net gezien dat dokter William, een van onze spoedeisende hulpartsen, gevaccineerd zijn.
Waar het om gaat is dat wij ook op een gegeven moment laten zien naar die samenleving toe dat wij geloven in vaccin. En dat moet ook. Het kan niet anders. Zo alleen gaan we op een gegeven moment verder kunnen gaan om dus de COVID uit te bannen. Dus voor ons, nogmaals voor AZ dat we vandaag hier staan, we begrijpen dat wij natuurlijk de meeste frontline medewerkers hebben. Dus het is een historisch moment. Ik vind het super. Ik vind het een eer om samen met de minister als eerste mijn vaccin te nemen. Ja, het voelt heerlijk aan. Ja. Moest u ook voor observatie gaan? Dus ik bedoel, voor 15 minuten zitten? Ja. Ja. Waarom wordt dat in acht genomen? Om te kijken als je allergische reactie vertoont, als je pijn hebt, als je misselijk voelt. Ja. Na dit alles te ervaren, wat heeft u te zeggen aan de mensen die dat niet willen nemen? Nou, het enige wat ik ze kan zeggen is, ga ervoor. Slaap nog een nachtje erover. Ik kan ze slecht bemoedigen, het is geen verplichting. Maar slechts een bemoediging naar al mijn andere collega's om die vaccin toch te nemen om zo de verspreiding te verminderen.